Goedemiddag, daar ben ik weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy met 23 levens, 3029 starbits, 0 muntjes, 3 levens en 101 sterren. Ik denk, ik geef die informatie er heel even bij. In de vorige aflevering heb ik informatie gegeven over de livestream die zou plaatsvinden op 2 augustus, kennen die genoeg promoten, yada yada yada. En hebben we natuurlijk 3 sterren gehaald, waaronder 2 purple coin sterren, 1 sterretje hier en dan hoop ik dat ik dit level gewoon helemaal kan completen. Hoef ik dat level in ieder geval, want ik haat waterlevels. Ik haat. Nou had ik nog een vraag en daar had ik het in de vorige aflevering ook over. Ik heb zeg maar met die hi grappen en alles en met hi. Daar had ik dus zeg maar een paar grapjes meegemaakt en alles met groen schermeffecten en al die dingen. En dan kreeg ik dus zeg maar reacties dat jullie mijn gezicht creepy vonden. Ik hoop dat dit een grapje was, want anders ben ik heel erg gekwetst. Nee, natuurlijk niet. Ben ik niet gekwetst, maar vinden jullie mijn gezicht echt zo creepy? Ik bedoel, ik weet dat ik een snor heb, maar dat heeft gewoon meer te maken met dat ik een mascotte ben. En er zit een verhaal achter mijn snor. Oh mijn god, zelfs een snor die heeft een verhaal. Ja, mijn vader, zeg maar, die toen ik klein was, mijn vader heeft altijd een hele dikke snor gehad. En dat zat wel snor. Padamt. Maar ik wou altijd, zeg maar, toen ik een klein broekie was, wou ik altijd, net zoals pa, wou ik een snor hebben. En daarom heb ik dus, zeg maar, gewoon heel lang geprobeerd om een snor te krijgen. Met heel weinig succes, dat was best wel sneu. Want mijn snor die begon pas te groeien op het moment dat ik de 20 gepasseerd was. Dus zoals je dus in eerdere video's ziet, dan ben ik nog steeds Zelda Player 20 snorloos. Geloof me, dat is pas creepy. Maar ja, ik weet niet. Ja, en ik weet het, mijn haar is korter. Ik ben naar de kapper geweest, aangezien dat het best ontiegelijk warm gaat worden. Vanaf vandaag hoorde ik al, dus voor mij is het morgen. Maar ja, jullie weten het wel, hè. Ik mag mijn rol niet breken. Maar ik ben aan het zwemmen. Want we moeten dus zeg maar hier nog een ster halen. En ik haat swimming levels. Nou zag ik hier een soort ring. Ik zag Sharky. Moet hier soms een... Oh, daar zit Sharky. Hey, Shark Buddy. Hoe gaat ie? Shark Buddy. Oh, wacht eventjes. Jij was een orka. And what? You again? You gotta be kidding me. You want to run me out of this lake? You gotta get through 8 rings. Oh nee, niet weer zo'n Superman 64 spelletje. Is mij erg gevuld? Nee, natuurlijk niet. Batterij! Nou hoop ik dat die ringen een beetje, zeg maar, mijn... Ja, die herstellen een beetje mijn zuurstof. Dan is het goed. Natuurlijk telt het zich weer af. En hoezo jaag ik die orka weg? Ja, weet je wel, misschien is dit even iets van makkelijk. Hoezo jaag ik die orka weg door zijn ringen heen te zwemmen? Ik snap die logica's niet met een broodje gezond verstand. Waar? Oh, daar. Dus, en waarom moet hij elke keer weggejaagd worden? Ik bedoel, hij doet toch niemand kwaad? Hij zwemt alleen maar. Het is gewoon een best wel zielig beestje. Ik bedoel, hij kan er... Hij moet in het water kunnen zwemmen. Waarom wil iedereen hem wegjagen? Ik bedoel, het is zielig. Hij doet helemaal geen vlieg kwaad. En waar zijn die ringen van hem? Oh, daar. Nee, dat is een speedring. Oh. Oh, ik ging daar... Zijn die dingen niet instant death? Oké, prima. I'll take it. En zonder dat hij dus zeg maar nog ergens op reageert, krijgen we dus zeg maar gelijk de ster van hem. Alright, I'm a fish of my word. Take this. It's dangerous to go alone. Sorry. Hey, ik vind het sneu. Ik bedoel, als het nou een haai was en hij was agressief en hij was dus zeg maar werkend voor Bowser. Oké, misschien is hij dat wel omdat hij dus zeg maar sterren achterhoudt of iets in die trend. Ja, ik weet niet. Ik vind het dan best wel zielig voor hem. Ik bedoel, hij werkt niet voor Bowser. Tenminste, hij valt ons niet aan. Hij wil ons niet dood hebben of iets. Ja, we hebben Starbits. Save the game? Nee, ik wil hem niet saven. Dus, ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje zielig. En we hebben een Daredevil Comet. Waarschijnlijk van die Camilla Milia Navosa. Weet ik veel. Expecto Patronum. Dus, laten we die maar ook gelijk meenemen. Ik bedoel, het is een Daredevil. Daredevils die zijn op zich niet zo heel erg moeilijk. En ik kan me niet herinneren dat ik echt moeite had met die baas. Dus, laten we het maar gewoon doen. En als het goed is, old Super Mario Galaxy stijl, of Super Luigi Galaxy stijl, worden we gelijk gedropt bij de baas zelf. En hoeven dus niet heel dat klote eind te lopen.
Nou, zoals altijd hebben we hier dan ook nog eens een keer de boost die ons ook nog eens een keer gaan proberen te irriteren. En geloof het of niet, de boost doen ook pijn. Dus als je die raakt, is het ook instant death. Alles is instant death. Hallo, Camellia, je foep. Hoe gaat het ermee? Of Camellia? Ik heb altijd problemen met die naam. Daar kan ik niks aan doen. Boys, krijg daar. Yay! Ik vind nog steeds dat je iets raars hebt op je... Ja, ik bedoel... Ik noem dat niet echt lipstift, sorry. Ik weet niet wat je van plan bent daarmee te doen, maar... Oké, dus wat we willen doen is we willen alle... Oké. Doet toch geen damage? Hier, voor jou. Nou, natuurlijk willen we gewoon de dozen met rust laten, aangezien dat, ja, een muntje, daar hebben we toch helemaal niks aan. En hoezo doet een schild hier geen pijn? Vuurbal. Ha, ik zag recht door jouw aanval heen. Oké, dan kom je aan met een... Koppershell. Oké, dan doe jij maar eerst even warpen, ja? Dan weet ik ongeveer waar ik op moet mikken. Met hier groene lippenstift van je. Serieus, wat heb je net? Heb je een neus gesnoten of zo en dat als lippenstift gebruikt? Oké, dan krijgen we twee Kamek's de voet. Ulti Kamek Duo. En raak mij niet als ik op de paal zit, hè? Paas erop, hè? Ik bedoel, het is een paal. Oké, nou, het eerste wat we hier willen doen is... Nou ja, ik wil, kan dat skill wel... Nou, ik pak wel even die Kamek's de voet. Ah, damn it! Son of feet! Hey Boo. Boo, je hoeft niet zo verlegen te zijn. Ik ben Luigi. Ja, ik ben niet eng. Echt niet. Ik bedoel, ik moet een of andere groene smurf verslaan. Ik doe jou niks. Wij zijn vriendjes. Wij zijn cool, oké? Ik zal je wel maar rust laten. Oké, doei! Patrij! Ja, ze gaf in één keer twee... Dingen met Jinx tegelijkertijd. Boom! Boom! Mag ik even... Dank je. Oké, dus nou gaat het een stuk makkelijker. Lief, dankjewel spel. En ik mis. Dus zelfs als rat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 
ik kan doen. I can do this. Ik wou het eigenlijk zeggen in het Engels en ik wou daarna Nederlands en daarna wist ik niet meer wat ik moest doen. Nee, niet nog een keer. Twee keer heb ik de poeps. Nee. Nee. Just no. Ik ben eerder. Oh, nee! Nee! Oké. Nou, geen Chemix oproepen, hè? Paas erop. Ja, ik ben er dus achter gekomen tot wat zou neem. Tot die dus zegt maar. Nee. Ik spinde. Echt een hele rare plek om te falen. Hoezo spring je richting me? Oh mijn god, kom ik hier nog ooit voorbij? Oké. Nog één keer. Ik kan dit. Oké, dat zijn vuurballen. Nee! Oké. Ik heb een shell. Ik heb hem. Daar! In je gezicht, stom beest! Met je groene lippenstift! Oh. Ik kan eigenlijk niet. Waarom dat ik er zoveel problemen mee heb? Ik heb echt geen flauw idee. En mag ik alsjeblieft. Dank je. Ik heb echt geen flauw idee waarom dat ik daar zoveel problemen mee had, maar. Ik bedoel. Er gaat zoveel chaos tegelijkertijd en je moet al die vuurballen ontwijken. Je moet ook nog eens een keer proberen te raken. En je hebt geen hitpoint. Je hebt absoluut, je kunt niks. Je kunt echt helemaal niks. Maar goed, we hebben dus zeg maar daar de ster nou eindelijk compleet. En we hebben de galaxy compleet. Yada yada yada. Nou dat we dus zeg maar heel die galaxy daar compleet hebben. Zijn er een paar dingen die ik wil doen. Sowieso, we hebben dus zeg maar al deze hebben we compleet. En nou is daar dus zeg maar Melty Molten Galaxy. Maar wat ik wil doen is, ik wil toch nog één extra Purple Coin Star missie uit de weg hebben. Maar volgens mij was er ook nog een Hungry Luma die verschenen was. Dus als ik me niet vergis. Ja, zit daar nog een Hungry Luma. Dus in plaats van naar die Purple Coin missies eventjes te gaan kijken, wil ik eerst eigenlijk kijken hoeveel van deze Hungry Luma wil hebben qua Star Bits.
Als ik me niet vergis voor deze 1200 starbits. Maar ik herinner me er toch duidelijk eentje die 2000 of zo al hebben. Ik ben nog steeds aan het richten hoor, je hoeft niet te stoppen. Dank je. That's it, I'm stuffed. Here we go. Sacrifice my life to get a star. Al hebben wij eigenlijk in het verhaal gelezen dat het niet een opoffering is, maar een transformatie dus. The Boo Boneyard Galaxy has appeared. Oh, boo frickity hoo. Daar zit ik echt op te wachten. Op een lekker boo-level. Batterij. Boe-batterij. Oké, Racing the Spooky Speedster. Oh, daar hebben we zo'n goede ervaring mee. Oh, ik heb echt hele goede ervaring met boe-race dingen. Oké, nou, het ziet er heel erg gezellig uit. Waarschijnlijk op een skelet van een... Dood? Zit er nog een creepy uit, laat ik het zo zeggen. Oké, dus wat we gaan doen, dus we moeten dus hier starbits gaan verzamelen. En je krijgt hier dus zeg maar een boe power-up. En wat we moeten gaan doen, is we moeten dus gaan racen tegen een boe als een boe. Interessant. Nou, we weten natuurlijk dat we daar doorheen kunnen op het moment dat we onzichtbaar zijn. We moeten uitkijken voor lichtsources. En we moeten dus gaan racen tegen hem. So you're after it too. You'll have to race me for it. Ja, oké, prima. Here we go. Ik heb hier een slecht gevoel over. Dude. Yay. Nou, Boe is op zich gelukkig niet zo snel. Dus je hebt wel zeg maar de ruimte om screw-ups te maken. Je hebt natuurlijk zeg maar heel erg veel booby traps zoals die leven daar. Die werkt echt niet in je voordeel. Deze fans die werken dan weer wel in je voordeel. Want die geven dan zeg maar weer een hele goede boost. En als je dan goed bezig bent door bijvoorbeeld die muntjes ook te pakken. Dan kun je nogal shortcuts krijgen waardoor dat je dus zeg maar niet... Nee, niet die bouncer dingen raken. Want dan verliezen we tijd. Maar dat zorgt er eigenlijk dus zeg maar voor dat je een small speed boost krijgt. Waardoor dat je dus zeg maar nog beter inloopt op de boe. Oké, nou deze plateaus die lijken misschien heel erg eng, maar die zijn heel erg makkelijk. Hier kunnen we even onzichtbaar door worden en dan komt de boel al gelijk aan, waardoor dat we dus gelijk... waarop? Oké. Blijven dalen. Going good. Booeeji. Ik loop hier gewoon... Oh, dat was de goal. Waarom zaten daar die poolstars dan? Nou, maakt niet uit. En is dat niet een vriendelijk gezicht? 57 seconden, 16 seconden, 16 seconden. Well, I promise. So take the star. The star. Arr. Nou, op zich was deze niet zo moeilijk. Alleen ik moet wel zeggen dat het, je valt dus eigenlijk zeg maar in een diepe put. En dan zie je die pins en dan zie je dus zeg maar al die skeletten en alles zitten. Wat wil ik te zeggen? Take it already. Nou oké, okay, sorry. Je hoeft niet zo boos te worden. En haha, grapje, ik was geen boe. Sukkel. Oké. We hebben een extra ster. Nou, we zitten pas 13 minuten in deze aflevering. Aangezien dat we toch weer de 3 sterren hebben. Ik zal heel even... Oh. Oh ja, dat komt in verband met. Ja. We hebben dus alweer 3 sterren te pakken. Dus we zitten op 104 sterren. We hebben er nog 16 te gaan. Ik zal eens heel even kijken. Hopelijk is er een purple comet. Ja, er zijn er weer diverse. 1, 2, 3. Nou ja, we kunnen naar die tweede toe gaan daar. Dus waarom ook niet? Dan hebben we die dome ook weer gelijk compleet. En... brengt ons weer dichter bij het einde van deze let's play. Dus waarom ook niet? Laten we die maar gelijk nemen. En ik moet heel eerlijk zeggen, sterren verzamelen in deze om 100% te krijgen. Ik vind het niet zo gaaf als in Mario Galaxy 2. Ben ik heel eerlijk in. Ik bedoel, Mario Galaxy 2, dat met die groene sterren en alles, dat was gewoon hilarisch. En ja, dat vind ik echt leuk dat ze dat bij die deel 2 hebben toegevoegd. Dus ik ga heel even eens kijken wat voor Purple Coin missie dat het ook alweer was. Volgens mij is dit ook weer een speedy speedrun. Tenminste, dat weet ik niet zeker. Mocht dat het geval zijn, dan wordt het geen fast forward. Is dat wel het geval, dan wordt het gewoon een fast forward. Dus laten we eens heel even kijken. Purple Coins aan de Battle Rock. Volgens mij was dit een van de moeilijkste sterren ooit. Op zich valt deze wel mee. Nou, weet je wat? Aangezien dat het weer zo'n level is, waardoor dat we op een plateau moeten blijven staan en alle muntjes mee moeten nemen... laten we maar gewoon dan al die muntjes proberen hier te krijgen. Ik bedoel, zonder fast forward. Je hebt heel erg veel van die bommen weer. En volgens mij was dit ook weer zo'n level van... 1 muntje missen is pech. Game over. Probeer het overnieuw. Nou ja, en niet echt game over. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Dan moet je gewoon overnieuw beginnen.
Oké, dus hier hebben we dus het nadeel. Tot we... Nee, nee. Uh-oh. Omhoog. Ik mis nou al te veel muntjes. Dit heeft toch geen nut meer. Ik ben muntjes kwijt en... Je kunt niet echt zelfmoord plegen. Kijk, ik ga hier namelijk nog eens een keer... Nee, die wou ik niet oppakken. Weet je wel, ik blijf hier gewoon even op de zijkant staan. En ik zie jullie wel terug op het moment dat we weer het overnieuw kunnen proberen. Dus, tot zo. Oké, dat ging minder soepel als gehoopt. Dus laten we nou maar hopen dat het nou wel iets soepeler gaat lopen. Namelijk Luigi's sliding gebeuren. Dat is echt de grootste issue waar je tegenaan gaat lopen. Zeg maar toch, ik heb hem nog. No, die nog. Ik mis er één. Ik mis er twee. Dit schiet alweer niet op. Damn. Oké, en weer terug. Oké, elke keer dus als jullie mij zien wegknippen, zeg maar, als we muntjes verliezen. Ja, dat kun je neerzetten als een faal. Mocht er iemand weer zijn die de falen bijhoudt. Die mag er nou weer eentje bijstrepen. Luigi, serieus. Doe me een lol en koop een paar winterschoenen. Banden, iets. Oké, nou, niet falen. Pak de paddenstoel, just in case. Nee. Oké. Ik ben echt niet een fan van ondersteboven te moeten lopen. Oké, ik ga... Nog overheen springen. En pak die munt en ik zing. Nou, gruwelijk, want ik ga weer verliezen. Oh mijn god, dit is gewoon te gemeen voor woorden. Schok mij. Oké, dat waren skills. Oh. Nou heb ik mijn mond opengetrokken, dat moest ik niet doen. Oké. I'm cool. Rustig. Ja. Gaan we rustig hier staan. Cirkel. Ik haat ondersteboven cirkels. Wel, waarom ben je dit aan? Batterij. Oké. Hier waren we oorspronkelijk gebleven. Oké, zit goed. Hier. Pak die ene. Goed zo. Niet sliden, Luigi. Doe me plezier. En slide niet hier. Oké. Nog vier. Die vier nog. Waarom doe ik mezelf dit aan? Hey, very nice, hou je bek. Waarom doe ik me dit aan? Oh. Je gaat deze missie zo erg. Oh my god. Er waren gewoon echt skill moves. En op dat moment haal ik de ster gewoon. Wow. Oké, nou, ik denk dat ik wel genoeg heb gehad in deze aflevering. Dus zoals altijd dank ik jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke aflevering vonden. Heb je een leuk zo'n momentje, laat het weten in de reacties. En hoop ik jullie morgen weer te zien bij een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. Tot dan. Morgen, er is een nieuw level. Maar ja, die prankster comments die moeten toch ook komen. Dus ja, als ze er zijn, gaan we ze toch proberen te krijgen. Dus ik zou heel even snel naar het scorebord gaan. En dan zullen we eigenlijk zien waar we morgen mee beginnen. Dus waarom nog niet. Oké, morgen gaan we dus naar het nieuwe level in het begin. Oké, weten we dat ook weer. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!